أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس كايكر بس لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريد سمتو ألن موخة خنادة فاند المختغة انتن سيغنين ابنس ألن رستن اكوال فانداغ متو بابلن اوفر ريتوالسما Bepaalde rituelen die we in acht nemen. Bepaalde geboden en verboden die we klakkeloos volgen zonder te weten wat het doel van zulke geboden en verboden is. En daar wil ik u als eerste een true story voorhouden. Een wat oudere heer ging een keertje naar een bank, een bankinstelling. En u weet, daar heeft u de normale rij en u heeft de 60 plus rij. Die meneer ging eerst in de 60 plus rij staan. Maar die ging nogal langzaam. Dus besloot hij in de normale rij te gaan, die sneller ging. En de bewaker heeft hem toen uit die rij gehaald. En aan die meneer gezegd: Meneer, u hoort hier niet thuis. U moet in die andere rij staan. En die meneer zei toen: Maar deze rij gaat sneller. Ik ben hier sneller geholpen. Waarom mag ik hier dan niet staan? En dit is echt gebeurd. Die bewaker had dus niet in de gaten dat de regeling 60 plus als reden had om de ouderen, die misschien minder goed ter been zijn, sneller te helpen. Hij had alleen maar oog voor de regel, er is een regel gesteld, 60 plus moet hier staan. Ook al is het loket gesloten bij wijze van spreken, moeten de 60 plus dus daar blijven staan tot het loket open is. En dit geeft het belang aan om te kunnen nagaan als er regels zijn gemaakt, wat het doel wat het nut van zulke regels is. En zo is het ook met onze dader van aanbidding. Velen doen de gebeden en het vasten en het offeren als een ritueel, als een mechanisch ritueel, zonder te weten wat de bedoeling van al die rituelen is. Rituelen zijn natuurlijk nodig dat je een zekere uniformiteit hebt als je in de tempel of in de moskee of in de kerk gezamenlijk in gebed bent, dan heb je rituelen nodig om dat samen te kunnen blijven doen. Maar daar ben ik niet uit het oog verliezen dat rituelen ook een bepaalde achtergrond hebben. Zoals we lezen in Koran hoofdstuk 2 vers 183 bijvoorbeeld, het vasten is jullie voorgeschreven, zodat jullie je zullen hoeden voor het kwaad. We hebben het in een eerdere speech al gehad over het vasten. Het vasten is niet alleen maar niet eten en niet drinken, maar het niet eten en niet drinken gedurende de dag is juist een herinnering voor ons, dat we ons moeten weerhouden van slechte daden. En als we dat niet hebben gedaan, hebben we eigenlijk niet gevast. Zoals de profeet Mohammed zei, hij die het liegen en bedriegelijke handelingen niet achterwege laat, het is voor Allah niet van belang dat hij zijn voedsel en zijn drank achterwege laat. Dus het vaste heeft als doel om ons tot betere mensen te maken. En zo lees we ook in de Koran, hoofdstuk 29, vers 45: Het gebed houdt ons weg van onzedelijkheid en het kwade. Einde citaat. Dus als zijn we dag en nacht in gebed en we blijven onze verkeerde handelingen doen, wat is dan de waarde van het gebed als het ons niet tot betere mensen maakt? Dus dat is het doel van onze Daden van aanbidding om ons tot betere mensen te maken. We lezen ook in de Bijbel Matthäus 15, vers 8. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Einde citaat. Lippendienst dus. Rituelen uitvoeren, maar aan de andere kant ver blijven van God, omdat onze rituelen ons niet helpen betere mensen te worden. We lezen ook in de Bhagavad Gita. Kennis is beter dan het mechanisch uitvoeren van religieuze rituelen. En meditatie is beter dan kennis. We willen hiermee niet aangeven dat rituelen niet van belang zijn. Ik heb het net al gezegd. Rituelen geven ons een zekere uniformiteit in de manier waarop we onze gebeden, onze offers, onze vasten verrichten. Maar we moeten ons ook bewust zijn dat elk ritueel een doel heeft. En dat doel moeten we steeds proberen te vinden. Als het gaat om religieuze rituelen, dan is het doel dat we middels onze gebeden, onze vasten, onze offers tot betere mensen maken. Laten we dat voor ogen houden. En zodoende elke dag werken aan verbetering van onszelf. Assalamu alaikum. warahmatullahi wabarakatuh.